in. Ja, nee. Nee, dat doen we niet. Daar kunnen we helemaal niet aan beginnen. Nee, we kunnen niet. Au, kut, au, godverdomme, nee, dat kunnen we dus niet. Dat kan helemaal niet hier op een podium dat je je microfoon uit de standaard haalt, dat je tegen je tanden opvliegt en dat je dan de ding omduwt en als een soort moderne punk dichter over de bankjes gaat lopen, de flesjes van anderen omgooit. Nee, dat doen we niet. Daar kunnen we helemaal niet aan beginnen. Nee, dat doen we niet. We kunnen niet gaan feedbacken, want feedbacken is helemaal uit de mode. Daarom gaan we weer terug naar het podium waar de feedback minder erg. Nee, dat doen we niet, daar kunnen we helemaal niet aan beginnen. Dat je in zo'n forensentrein zit en dat als je dan uitstapt en het is warm en dat er dan dames met van die witte broeken aan, met van die billen in die witte broeken, als ze dan uitstappen, dat die billen gaan rillen en dat die rillende billen, dat je daar dan vreselijk opgewonden van raakt. Nee, dat doen we niet. Daar kun je helemaal niet aan beginnen. Dat je toeloopt op iemand die met zijn camera aan het filmen is. En dat je eigenlijk probeert in zijn camera te klimmen. Dat je eigenlijk zijn selfie zou willen worden. Dat je met je lippen en tussen je neus en je lippen door eigenlijk op je microfoon standaard gaat staan. Dat zou je allemaal willen doen, maar dat doe je allemaal niet. Want we zijn zo ongelooflijk vreselijk bescheten dat we het liefst willen, dat we het liefst bij deze man aan zijn knieën willen gaan zitten en tegen hem lieve woordjes fluisteren. Die zeggen dat de dichte allemaal niet zo erg is tegenwoordig. Dat het leven dat wij allemaal leven tegenwoordig zo sluw is. Zo sluw. En dat we dan tegen elkaar zeggen, nee, dat doen we niet. Daar kunnen we helemaal niet aan beginnen. Nee, dat doen we niet. Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Nee, dat doen we niet. We zouden bijvoorbeeld die man met die prachtige witte schoenen, zij zouden zijn prachtige witte schoenen proberen zwart te maken met onze eigen vieze gimpen. Nee, dat doen we niet. Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Want in onze tijd zijn we veel te druk bezig met onze telefoons om te whatsappen waar we nou tegenwoordig mee bezig zijn. En dat het allemaal zo sluw is tegenwoordig. Nee, dat doen we niet. Daar kunnen we helemaal niet aan beginnen.